mensen, voilà. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik kolonel Rus claimen. Wacht, misschien kan ik eerst een reactie claimen. Dan krijg ik gewoon gelijk gratis kolonel Rus. Nee, waarom wil ik dat niet? Oké, dan moet ik maar kolonel Rus ophalen. 3, 2, 1, go. Ik heb nog een claim. Kolonel Rus, jongens, is binnen. Moet ik samen een potje spelen met Kolonel Rus, dat is wel... Reactie, nice. Open netjes alle knoppen. Oh, daar ben je alle knoppen. 1000 tokens! What? Holy. Laat me even alle knoekdoos openen. Nee, ik ga nog niet openen. Ik wil eerst... Jongens, ik ga de hele Brawl Pass opsparen. Tenminste, tot en met een nieuwe knokker komt. Als er een nieuwe knokker komt, dan ga ik alles openen. Echt, zo komt er geen nieuwe knokker. Dus ik ga nu even alle... Dus ik ga nu even alle krachtpunten... Even op Colonel Rus zetten. Of op Byron. Colonel Rus. Zou ik gewoon Colonel Rus gewoon op kracht 1 naar rang 20 pushen? Ja. Ik ga alles op Byron zetten. Dit is niet slim, maar dat boeit me niet. Dit is echt helemaal dom, eigenlijk. Maar dat boeit niet. Dat waren de krachtpunten voor Byron. Yay. Zo. Ja, je moet eventjes, hij kan zilveren Rico kopen, maar dat wil hij niet doen. Nee, ik wil zilveren M's kopen. Like deze video. Als deze video 50 likes heeft, als hij binnen 2 weken 50 likes heeft, dan gaat Jilles zilveren Rico kopen. Dan moet hij wel in de shop zijn. Nee, ik ga zilveren Rico kopen als hij... jongens, als deze video... hoeveel likes haalt? Als deze video over een week 75 likes heeft, dan koop ik een zilveren skin. En de club staat heel erg hoog in de top van Nederland. Ja, trouwens. Of 116e. Ik zit 116e. Oh. Knoksterren staat eerst van Nederland. Wauw. Wat een domme club. Hé, hey, Eenty is de voorzitter. Laat maar, wat een domme club het is. Hé, hey, Hira zit er ook in. Ja. Lol. Wat is het record hier dan? 50k. Dan kan je in en niet knokstellen. Gast, dat ga ik niet doen. Jou niet. Gast, daar ga ik niet in. God, iemand heeft er in het 4000 trofeeën. Echt? Karel, what the fuck? Bruh. Wat een bot. Ik kom even een potje samen met Colonel. Nee, jongens, de klus. De club die staat 116 in de. Laten we niet op niet storen gaan, want dan kunnen wij eventjes. Ik nodig jou uit. Oh, ik ben echt gewend dat jij altijd onderaan staat. Toen ik nog in de bouwzone zat. Toen, die goede tijd. Maar dit is ook wel een hele goede club hoor, dus ik mag echt niet zeiken. Oh, ik wil ook iets in Eden. Wat heb ik voor zeggen? Mag ik met Byron? Nee, ik ga met Byron. Nee, ik ben ook. Ik ga met Byron. Ga met Colonel Ruff dan. Nee, ik ga met Byron. Als je 55 hebt, dan krijg je 1000 tokens. Nee, ik moet 15 keer winnen. Oh. Oké, dan gaan we wel. Colonel Ruff's kracht 1, richting rang 20. Wacht, nee, kijk, wij hebben nu alle de 2 nieuwste knokkers. Ja. Er moet eigenlijk nog een Edgar komen. Oh, tik. Tik. Dat is wel een boertje waard. Tik. Wauw, wat een tik. Dit is echt een kaktik. Ah, ik ga dood. Zo, Colonel Rus doet niet al te veel damage. Nee, ik heb lag. Ik heb lag ook. Op kracht 1 is er veel damage, nee. Nee. Misschien wordt kracht 1 pushen. Oh, shit. Oh, Colonel Rus is niet heel goed. Waarom upgrade je niet gewoon? Omdat ik nu geen krachtpunten meer heb vrijstaan. Oh, nee. Ja, lekker. Je loopt... Heel erg in de trein. Ik word geduwd door die knijtersuper. En dit gaan we verliezen. Hoe hard? Door jouw dikke hoofd. Wat nou? Maar wie gaat er ook echt tik, jongen, in deze map? What the fuck? What the hell is er mis met jou? Vind die Byron van hun. En dan moet je even snel die eerst in de pak, anders ben je echt een botgast. Ja, ik heb ze al. Jezus. Oh shit.
Dan ben je officieel geen bot. Nou, je bent soms wel een bot, maar dat kan niet. Oké, ik ga mezelf even boosten. Ik weet niet of dat zo slim was. Dat is slim. En als je sterker hebt, doet hij super ook damage. Hè? Ah! En toen was ik mijn boost. En toen was ik mijn boost kwijt. Nee, die bleef je altijd hebben, hè? Nee, kijk, die ben ik nu kwijt. Huh, die blijft toch altijd hebben? Nee, die ben ik kwijt. Kijk, ik heb nu geen boost meer. Oh, zie. Ik was gewend dat hij damage deed, maar... Van video's, maar... Yes, ik heb die... Oh, lekker! En weet je hoe dat komt? Door jouw super. Echt? Hoezo door mijn super? Ik had jouw ding opgepakt. Jouw IT-ding. Ja, maar dit gaan we niet meer winnen. Ja, maar jij moet even met een lagere knokken, want Byron heb je veel te hoog. Ik moet de 500. Gast, maar dat is voor een kracht 1 rush is dat niet goed. En ik had die Lulu nog bijna. Bruh. Ja, ik heb een challenge met Dit Byron. Was zo niet eerlijke matchmaking. Ik heb een challenge met Byron. Dan ga ik met Brokkel. Brokkel. Dat is nog hoog. Ik moet met Gil. Gil in deze map? Are you gek? Eén van mijn laagste. Oh, maar moet je healen in Edelstenen Graai? Nee, ik moet mensen killen. 5 gevechten winnen met Gil. Maar wat? En maar... ik heb verstel levenspunten in. Oké, maar ga dan even een knokker waarmee je snel healt. Dit is een 100 challenge, hè? Oh. Dat maakt niet zoveel uit. Jongens, like this video als je dat een baf te laten vindt. Oh, deze video is eigenlijk zo slecht, maar... Gewoon Colonel Rus claimen, eindelijk. Ik vind het eigenlijk een best wel raar schot hebben. Colonel Rus. Hoezo? Eigenlijk, ik denk dat Colonel Rus tweede sterrenkracht een beetje gaat lijken... op de sterrenkracht van Rico, denk ik gewoon. Oh, get noobed. Ik kan die delen. Hé, we zijn... Oh nee, laat maar. Als jij net nog Byron was, dan waren we met het nieuwste knokkerstel. Wil je nog een 1-1 tegen kijkers doen? Tegen mij dan. Ja, maar jij bent geen kijker. Ja, maar ik kijk altijd video's, hè. Oké, dan ben je wel kijker. Oké. Ja, ik zal me super op jou gooien. Gewoon 1-1 tegen clubgenoten dan. Ja. Ja, oké. Okay, dus... nu moet ik er nog even voor zorgen dat die Edgar wordt geboost. Ik zie hier helemaal paars uit, dat is heel erg grappig. Wat doet die Daryl? Die Daryl is echt een botgast. Net als jij. Een grapje. Oh, die Lou is wel goed. Kom maar even één in die video van jou die je sterk gaat maken. Oké, ik ga even die super op die Edgar gooien. Dan moet hij wel pakken, hè? Ja, pak hem. Ik kan hem bijna... Jee, we zijn allemaal geboost. Ik ga in je rug pakken. Pak die gear van achter. Oh, ik moet even die gear wel eigenlijk. Jee. En dan hoef je nog maar 1 ster. 1 edelsteen. Ik wou net zeggen, 1 ster. Dat kan niet. Ik heb black. Broodjes. Broodjes. Nee. Ja. Oh, ik dacht dat ik Edgar dood ging. Yeah, boy. Ik pak deze dingen even als afleiding. Oh, kut. Ah, losgo. Ik zit wat? Doei. Oh, shit. Oh. Nee. Oh. Grapjes. Hoe bot kan je zijn? Bro. Ik heb jouw T-ding. Jouw balkon, dus power-up ding shit. Nee! Bro! Die Edgar is zo noob! Wat een vieze kleurisbot. Hé, hey, ik heb gewoon 7 kills. Ja? Sorry jongens, ik moest even de mic uitzetten. Hé, hey, Mondvis. Waarom leeft die Mondvis de hele tijd en joint die weer? Dat is heel irritant. Oké, ik moet nog 1 potje. Hoeveel moet je nog healen? 200.000. 200.000? Gast, dan moet je nog heel erg veel healen. Dan ga je zomaar even zelf edel. Edel is echt kak. Ja, oké, maar straks komt er op een video online dat je 1v1 tegen
tegen les gehad. Dat kunnen we ook wel nu doen. Of wil je daar een speciale video van maken? Wil ik een speciale video van maken, waar ik ook zelf ga doen. Oké, dan gaan we allebei filmen. Doen we 1v1... Nee, dan gaan we... YouTubers? Nee. YouTuber versus YouTuber. Ja, dat is een goede titel. 1v1 tegen... En dan tussen haakjes 1v1 tegen Zegerbes. Ja. Oh, jongens. Wij hebben goede business hier. En dan... En dan gaan we dus met elke zeldzaamheid van knokkers gaan we spelen tegen elkaar. Bijvoorbeeld van trofeeënpad. En dan gaan we van zeldzaam en dan die het meeste wint. Hey jongens, dank jullie wel trouwens voor de insane support en voor de 300 abonnees. Echt holy damn. Jullie zijn echt gewoon insane choppies. Gewoon... Ik moet ook even abonneren op Zegerbes, want die ik verdien nu meer abonnees. Wat? Omdat ik heel zielig ben. Wat nou? Hé, jongens, abonneer op hem. Niet, ja. Sorry, dat is mijn zusje die de deur tegen haar aankomt, omdat ik de deur dicht trapte op haar neus. Lekker zeg. Jeet! Easy win, let's go! Eerste potje gewonnen met Code No Rus in mijn hele leven. Ben je nou al klaar met die challenge? Ja. Oh my god. Oké, we sluiten de video voor nu af, want dat is... Nee, hoezo? We gaan gewoon doorspelen met Corona Russo. Ik heb toch wel een 5 hebben, oké? Nee, goed, tot jij uit je neemt. Dat is wel zwaar. Nou, weet je, na dit potje dan eindig ik de video wel. Anders duurt die ook wel iets te lang. En kijk zo meteen of die video van een andere video met die 1v1 tegen mij gaat, dat is leuk. Dat is... En jongens, één video die ik in de ochtend heb gepost vandaag. Jongens, die is al 500 keer bekeken binnen 5 uur. Nou, hoe? Die al 600 keer bekeken. Hoe dan, jongens? Jullie zullen even kijken of het niet bekeken is. Hoe dan? Ik vind het echt, jullie support is echt insane op mijn video's de laatste tijd. Ik krijg per dag, ongeveer 30 abonnees erbij. Vandaag is de dag, vandaag is het nu 3:30 en ik heb ook al 25 abonnees erbij vandaag. Hij had 6D abonnees als je dat gedaan hebt. Ja, ik had 6D abonnees, dus als je bent gedeabonneerd, abonneer even terug, wil je? Dankjewel. Dat zouden wij heel erg chill vinden. Ja, en dat zou ik ook heel erg waarderen. En gewoon abonneren als je deze video kijkt en nog niet geabonneerd bent, dan mag je deze video niet kijken. Bruh, maar mensen die dit hebben aangeklikt en die niet zijn geabonneerd. Dat moet je gewoon in de beschrijving zetten. Nee, dat ga ik niet doen. Want jongens, jullie mogen dit kijken, ook al zijn jullie niet geabonneerd, maar abonneer wel even, want dat geeft mij een goed gevoel. Ja, en dan wordt hij niet onzeker door zichzelf, want dat wordt hij altijd als hij niet geeft, als hij geen onzin heeft. Wat? Dat is echt onzin. Jongens, dat is echt hele grote onzin. Nou jongens, dit was de video waar ik Corona Rus heb vrijgespeeld. Corona Rus is echt wel... Denk ik, als je hem sterker krijgt, heb je wel echt een hele, hele goede knokker. En we zien jullie gewoon bij de volgende video. Waar waarschijnlijk Byron rang 20 is of Kona Rus rang 20. I don't know. Tot de volgende video en doei doei.